Goedenavond. In Apeldoorn moet je aan de slag voordat je een bijstandsuitkering krijgt. Ongeacht je vooropleiding moet je bij de sociale werkplaats gaan werken, wil je in aanmerking komen voor een uitkering. Waar moet de nieuwe minister van Justitie aan voldoen? Zin en onzin van de waterschapsverkiezingen. Er komen extra maatregelen om het geweld tegen spoorpersoneel tegen te gaan. Het is onzeker of Arjen Robben kan meedoen in het EK-kwalificatieduel met Turkije over ruim 2 weken. Veel incidenten de afgelopen weken op en rond het spoor tegen NS-personeel. Spoorpersoneel pikt de agressie niet langer en wil maatregelen van de politiek. Vanavond was er overleg in Den Haag. En met resultaat. Aan tafel zaten de Nederlandse Spoorwegen, spoorbeheerder ProRail, de vakbonden, staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en waarnemend minister van Veiligheid Blok. En afgesproken is dat de veiligheid voor spoorpersoneel op verschillende manieren wordt aangescherpt. Ik zal het stationsverbod wat 1 juli ingaat naar voren halen en 1 mei in laten gaan. En ik zal overgaan tot het zo snel mogelijk sluiten van de poortjes. Ik heb daarom ook aangeboden dat voor de 20 grootste stations een stationsagent komt. Die als een permanent voorziening een aanspreekpunt is voor alle veiligheidsvraagstukken die daar spelen. En daarnaast zullen wij het aantal camera's op kleine en middelgrote stations gaan uitbreiden. En op een aantal grote stations zullen we gaan kijken of we met beeldschermen en spiegels zeg maar de agressie kunnen voorkomen, doordat mensen zichzelf kunnen waarnemen en in beeld krijgen. En juist afgelopen nacht was er weer een incident waarbij een medewerker van de spoorwegen is bedreigd. Daarbij raakte een beveiliger gewond. Gisteren is er een conductrice die aan enigheid weer over een vervoersbewijs in de trein bedreigd in Dordrecht door een reiziger. De collega die haar te hulp schoot, die dus van veiligheid en service die op de stations lopen, die is haar te hulp geschoten. En dat is ontaard in een handgemeen en die zit dus nu thuis met gekneusde ribben. Uit protest legde spoorwegpersoneel vanmiddag in Rotterdam 1,5 uur het werk neer. Ze eisten meer veiligheidsmaatregelen op en rond het spoor. En door de wilde actie vielen een paar treinen uit. De man die de moord op de Russische oppositieleider Boris Nemtsov heeft bekend, heeft dat mogelijk onder dwang gedaan. Dat zegt een Russische mensenrechtenactivist. Hij heeft een paar verdachten in de gevangenis gesproken en hij denkt dat ze zijn gemarteld. Het is nog steeds de grote vraag. Wie zit er achter de moord op oppositieleider Boris Nemtsov? Vorige week arresteerde de Russische politie 5 mannen, allemaal afkomstig uit Tsjetsjenië. Dit weekend zijn 2 van hen officieel beschuldigd van moord. Anzar Gubashev, die werkt bij een privébeveiligingsbedrijf in Moskou. Hij ontkent iedere betrokkenheid. De andere hoofdverdachte is zijn neef, Zaur Dadaev, een oud-veiligheidsagent in Tsjetsjenië. Eerst bekende hij de moord op Nemtsov, maar later trok hij zijn bekentenis weer in. En daar is een logische verklaring voor, zegt een lid van de Russische Mensenrechtenraad. De 2 van hen hebben следы телесного повреждения, которые свидетельствуют о том, что к ним применялись наручники, а также наносились ударные воздействия в область головы и в область ног. Кроме того, Заур Дадаев сообщил им о том, что в отношении него применялись пытки электротоком. In Rusland wordt gesuggereerd dat de moordenaars van Nemtsov moslimradicalen zijn, die woest waren omdat Nemtsov de aanslag op Charlie Hebdo had veroordeeld. Maar Nemtsov was ook een fel tegenstander van president Poetin. Zijn aanhangers zijn ervan overtuigd dat juist het Kremlin achter de moord zit. Omdat Nemtsov informatie zou hebben over de Russische betrokkenheid bij de oorlog in Oekraïne. ABN AMRO zit in Dubai in de problemen. De bank heeft de top van zijn kantoor in Dubai ontslagen omdat ze klanten de gelegenheid gaven om bankrekeningen te gebruiken voor transacties waar een luchtje aan zat. De affaire komt op een slecht moment. De staatsbank gaat naar de beurs. De fraude in Dubai werd afgelopen zomer ontdekt. Zo'n 20 klanten uit India kregen toegang tot bepaalde rekeningen waar minder toezicht op wordt gehouden. En hebben zo mogelijk geld kunnen witwassen of gebruiken voor het financieren van terreur. De topman in Dubai en 5 medewerkers werden ontslagen en de bank heeft gebroken met de betreffende klanten. Maar het probleem is, het is niet de eerste keer dat het misgaat bij ABN AMRO in Dubai. ABN AMRO heeft in Amerika een boete van $80 miljoen gekregen. Het gaat om betalingen aan klanten in Iran en Libië, landen die verdacht worden van steun aan terroristen.
Directeur Paul Koster van de Vereniging voor Effectenbezitters is na die affaire 4 jaar topman geweest van de toezichthouder in Dubai. De boetes kunnen hoog zijn daar, zegt hij. Zeker nu ABN AMRO weer in de fout is gegaan. Ze hebben natuurlijk zelf al stappen genomen door het management af te laten vloeien. Dat zijn vaak goede stappen. Maar je moet wel kunnen aantonen dat je ook echt alles boven tafel hebt gebracht wat boven tafel moet komen. En dat is wel een hele zware klus, want je moet wel goed weten wat er gespeeld heeft. En dan kan Dubai ook een boete opleggen? Zeker. En dat is een stevige boete. Vervelender nog wordt het als ook de Amerikaanse toezichthouders er zich mee gaan bemoeien. ABN AMRO is nog altijd een staatsbank en moet bij de beursgang later dit jaar zoveel mogelijk opbrengen voor de belastingbetaler. Partijen in de Tweede Kamer willen dat minister Dijsselbloem ingrijpt bij de bank. Hij is ook een actief aandeelhouder, hij heeft 100% van de aandelen. En als actief aandeelhouder bemoei je er ook mee dat een bank zich aan maatschappelijk verantwoord ondernemen houdt. Ik denk dat de bank allereerst aan zet is om de problemen intern op te lossen. Dat de toezichthouder daar ook goed naar moet kijken. En dat als er strafrechtelijke feiten zijn gepleegd, dan moeten dat ook binnen Dubai aangepakt worden. Providers hoeven bel, internet en mailgegevens niet langer te bewaren. Tot nu toe was daarvoor een bewaarplicht van soms wel een jaar, zoals voor telefoongegevens, zodat justitie die kon opvragen. Maar voor de rechter weegt het belang van de privacy zwaarder. KPN en Vodafone zijn direct gestopt met de bewaarplicht. Het was internetprovider Bit die naar de rechter stapte. De overheid heeft ervoor gekozen om een soort sleepnet uit te gooien, waarbij gegevens van alle burgers in Nederland opgeslagen moeten worden. Waarbij eigenlijk iedereen vooraf al tot verdachte wordt bestempeld. En principieel zijn wij daar tegen en we willen daar eigenlijk niet aan meewerken. En vandaag kregen ze gelijk, samen met de Nederlandse Vereniging van Journalisten. De wet bewaarplicht werd in 2009 ingesteld na de terroristische aanslagen in Londen en Madrid. De chef van de politie in Ferguson is opgestapt vanwege een rapport over racisme in zijn organisatie. Politiechef Tom Jackson staat al onder druk sinds vorig jaar zomer, toen een ongewapende zwarte tiener werd doodgeschoten. En dat leidde tot dagenlange onlust in de Amerikaanse stad. De Franse sportwereld rouwt om de dood van de 3 Franse sporters die gisteren omkwamen bij een helikoptercrash in Argentinië. De 3 werden vandaag tijdens een speciale bijeenkomst herdacht door hun collega's. Ze deden in Argentinië mee aan een survivalprogramma. De wolf die sinds dit weekend rondliep in Nederland lijkt terug te zijn in Duitsland. In de buurt van Bunde, net over de grens, is hij voor het laatst gezien. Gisteren werd het dier nog hier gesignaleerd, in Nederland dus, in de Groninger Eemshaven. Japan herdacht vandaag de verwoestende aardbeving en tsunami van 4 jaar geleden. Bijna 19.000 mensen kwamen toen om. En nog altijd zijn tienduizenden Japanners ontheemd, want de wederopbouw verloopt traag. Een gebed vroeg in de ochtend in de stad Ishinomaki. Bij een simpel monument waar de vloedgolf hele wijken wegspoelde. En velen hun geliefde kwijtraakten. Om 3:15 staat de stad stil. Het moment dat de aardbeving begon. Met uitzicht op de lege vlakte, die nog steeds niet is opgevuld. En dit zijn lege straten, vlakbij de ontplofte kerncentrale in Fukushima. Een groot deel van de regio is onbewoonbaar door de straling. Duizenden leven nog steeds in dit soort noodwoningen. Velen hebben de moed opgegeven ooit terug te keren naar hun oude huis, als ze al terug willen. Premier Abe erkent dat veel slachtoffers het nu nog steeds zwaar hebben. Hij belooft dat hij deze zomer met een nieuw 5-jarenplan komt voor de wederopbouw van de regio rond Fukushima.
Gemeenten hebben een hoop nieuwe taken gekregen. Nieuwsuur volgt in de gemeente Apeldoorn hoe de veranderingen uitpakken in de praktijk. Vandaag deel 4 van de serie over de participatiewet. Iedereen die in Apeldoorn een bijstandsuitkering aanvraagt, moet tenminste 4 weken de sociale werkplaats in. Goedemorgen. We zijn bij Veluwa Groep in Apeldoorn, de sociale werkvoorziening. Directeur Gerry van Sunder leidt ons rond. Er verandert veel. Sinds 1 januari kunnen nieuwe mensen met een arbeidsbeperking hier niet meer terecht. In een deel van het bedrijf richt men zich nu op een andere groep. Werklozen die een beroep doen op de bijstand. Nou, dit is onze nieuwe doelgroep waar wij onze kennis en ervaring die wij hebben opgedaan de afgelopen jaren op een nieuwe doelgroep vanuit de gemeente gaan bedienen. En dan gaan we proberen mensen te begeleiden naar werk. En dat is mooi om te zien. En als je op het scherm kijkt, dan kun je af en toe zien dat mensen ook werk gevonden hebben. Ja, dus allemaal mensen die zich melden voor een bijstandsuitkering. Ja. Ja. En dan wil ik even uitleggen wat we gaan doen. Als jullie allemaal hier willen even gaan zitten. Minstens een maand lang moeten bijstandsgerechtigden die kunnen werken 2 dagen per week simpel productiewerk doen. Verplicht. Daarnaast zijn er diverse verplichte trainingen. We moeten daar nog een ring op zetten en we moeten een busje maken van 25 stuks. En volgens dat zo, het moedje zit al op. Ik ben hier omdat ik een uitkering heb en 2 jaar thuis heb gezeten. Wel logisch eigenlijk. Ja? Dat je niet thuis zit af te wachten en een uitkeringje vangt. Maar dat je wel echt actief ook aan de slag bent. Afgelopen 6 maanden heb ik gewerkt bij Achmea, zorgverzekeringen. En 1 februari is mijn contract afgelopen en nu zit ik hier. Mijn doel uiteindelijk is weer gewoon in de reguliere arbeidsmarkt een baan vinden. Welke sector? Horeca, ja. We hebben hier een aantal vacatures. Onder andere een afdelingshoofd in een trainingmanagement. Verkoopmedewerker, versafdeling brood en bijvoorbeeld een zelfstandig werkend kok. Deze vacatures hangen we hier eigenlijk op het bord om gelijk de weerstanden onder andere weg te nemen voor mensen die zeggen dat er geen vacatures zijn. Hoe is het nou om dit te doen? Ja, een beetje saai als ik eerlijk ben. Ik ben niet te beroerd om te werken, maar leuk werk is anders natuurlijk. Het leukste wat ik tot nu toe heb gedaan, maar ja, dat gebeurt ook in de horeca, zijn de servetten vouwen. Ja. In principe is alles passend voor ons. Wij kunnen alle banen, zoals een McDonald's, productiewerk, dat is voor ons gewoon passend. Dat is altijd nog beter dan een beroep doen op de uitkering. Ook voor degene die een hbo-opleiding heeft gedaan, al het werk is passend. Dat wordt ook de eerste dag medegedeeld? Vanaf dag 1 zijn we heel transparant in de regels die de bijstand met zich meebrengt. Al het werk is passend voor iedereen. Dit traject heet Direct Actief. En is bedoeld voor mensen die al een tijd in de bijstand zitten, maar ook voor nieuwkomers. Van schoolverlaters tot mensen die 20 jaar hebben gewerkt, hun baan hebben verloren en waarbij de WW-uitkering is afgelopen. Goed, beste mensen, welkom. Jullie zijn nieuw. Dat betekent dat we in eerste instantie nu even de veiligheidsschoenen hebben aangetrokken. En dan vertel ik jullie ondertussen even wat nog de huisregels zijn van de Veluwegroep samen met die van de gemeente. Komt u te laat? En gebeurt dat 2 keer, dan kost het u 10% van uw uitkering. Dat is een maatregel. 10% van uw inkomen moet u dan inleveren. Voor het niet maken van uw huiswerk of het niet tijdig maken van uw huiswerk, betekent dat 20% die u moet inleveren van uw inkomen. Hier de complete lijst met maatregelen. Niet alle werklozen zijn even enthousiast over dit traject. Mensen komen heel timide binnen eigenlijk. Ze zitten allemaal in financiële nood. Anders stonden ze er niet. En vanaf dag 1, het eerste moment dat je al binnenstapt, wat je vertelt. Je moet eigenlijk, al het werk is passend. Of het schoonmaakwerk is of bij de McDonald's. Je moet het gewoon aannemen en je moet aan de slag. En er zijn dus strenge regels voor. En dat brengt je echt wel van, nou, ik moet maar mijn mond dicht houden. En erg mijn best doen en dan hopen dat het goed komt. Ik kan u vertellen dat wij nu 1800 mensen verder zijn die we hebben mogen helpen. Er is nog geen onvertogen woord gevallen. Douwe werkt 20 jaar als bouwkundig ingenieur. Door de recessie verliest hij zijn baan. Na zijn WW-periode en 400 sollicitatiebrieven verder, meldt hij zich bij de gemeente voor een uitkering. Hij is kritisch over het simpele werk. Laat mij een buurthuis opknappen waar geen geld voor is. Speeltuin. Laten we iets doen waar de maatschappij iets aan heeft en waar normaal gesproken dan geen geld voor is. Ja, dat signaal dat krijgen we wel eens. De gemeente heeft gekozen voor de groepsaanpak.
verband met teruglopende budgetten. We kunnen dat niet meer allemaal individueel aanpakken. En dat is inderdaad de nadeel van de groepsaanpak, dat klopt. En als je op een gegeven moment bepaalt, ik wil dit niet meer, dit traject is niet voor mij, sluit niet aan, dan kun je ermee stoppen, dat is een keuze. Maar dat betekent ook dat je al geen recht hebt op een uitkering. Geen geld dus? Geen geld. Door dit te doen in Apeldoorn, zien mensen dus af van een uitkering? Dat klopt. Dat is een leuke bijkomstigheid, of niet? Nou ja, het is een soort schadelastbeperking noemen wij dat. Na minstens een maand productiewerk en sollicitatietrainingen volgt een stage in een bedrijf. Het uiteindelijke doel is een betaalde baan. Dat lukt bij minder dan een kwart van de groep. De uitstroomcijfers zijn overal hartstikke goed, zeker in vergelijking met de periode daarvoor. Dus ik kies nog steeds met volle overtuiging voor dit programma. We bieden een trainingsprogramma, een sollicitatieprogramma. En of je nou wetenschappelijk opgeleid bent of niet, dat is voor iedereen zinvol. Arbeidsfitheid is voor iedereen zinvol. En dus vind ik het een overal overziend een hele legitieme aanpak om dit programma van de grond te tillen. In deze hal volgen de werklozen dus hun traject. In de andere hallen werken de mensen van de sociale werkvoorziening. 1500 mensen met een arbeidsbeperking zijn hier in dienst. De helft daarvan is gedetacheerd bij bedrijven. Sinds 1 januari mogen er geen nieuwe mensen meer instromen. Hier worden poetslappen gesorteerd. Die worden gekeken of ze schoon en heel zijn. Dan worden ze in stapeltjes van 10 worden ze samengebonden en gaan ze terug naar de opdrachtgever. Dit zijn is de mensen in sociale werkvoorziening die echt een hele lage loonwaarde hebben. Die heel moeilijk aan het werk kunnen komen. Die voor de opbrengst vrij laag van is. Waar het voor de mensen vooral van belang is dat ze dagelijks aan het werk kunnen in een bedrijfsmatige omgeving. Cruciaal voor deze mensen. De mensen die hier nu werken behouden hun plek en hun inkomen. Maar voor nieuwe mensen zit de deur dus op slot. De PvdA-wethouder betreurt het dat het kabinet heeft besloten dat de sociale werkvoorziening uiteindelijk zal verdwijnen. Als ik het in mijn eentje voor het zeggen had gehad, zou ik vinden dat we de sociale werkvoorziening in de kern overeind hadden moeten houden. Omdat er voor een groep mensen geen plek op die arbeidsmarkt is die voldoet aan hun mogelijkheden en aan hun beperkingen. En toch moet de gemeente mensen met een arbeidsbeperking voortaan gaan plaatsen bij gewone werkgevers. Dat is een ingewikkelde opgave. Dat moeten we niet mooier maken dan het is. In deze arbeidsmarktregio zijn er veel werkgevers die zeggen bereid te zijn daar ruimte voor te maken. Ik zie ook ambassadeurs die dat oppakken. Maar vooralsnog, dat is ook realiteit, hebben we nog maar een paar banen gerealiseerd bij die werkgevers. Om te overleven als bedrijf haalt de sociale werkvoorziening nieuwe groepen mensen binnen. Naast werklozen richt het bedrijf zich ook op mensen die tot nu toe dagbesteding hadden bij een zorginstelling. Dit is een ander proefproject waar we in samenwerking met de zorgdagbesteding gaan mensen helpen om richting werk te komen. Zij aan zij werken hier mensen met een salaris van de sociale werkvoorziening naast mensen met bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Voor hetzelfde werk ontvangt de een salaris en de ander een uitkering. Ik heb gewoon een uitkering, minimum. Uitkering en ik wil graag ook wat het bedrijf hier verdiend heeft, wil ik ook een stukje mee profiteren. De omzet die hij nu draait? Ja, die komt in onze boekhouding. Ja, dus het levert ons ook omzet op in de zin van de productieopdrachten. Ja. Ook bij sommige werklozen zit het niet lekker dat ze productie draaien en daar niets van terugzien. Het is raar dat je, er is geen werk, hè? Daarom zit ik daar. Vervolgens doe ik wel werk waar een opdracht tegenover staat, waar betalingen tegenover staan. Maar ik heb geen betaald werk. Ja, nou, u krijgt een uitkering, zegt de gemeente dan. Ja, maar dat zijn twee compleet verschillende dingen, vind ik. Dat is mijn opvatting, is dat een uitkering geen salaris is. Er wordt hier niet verdiend aan werklozen. Nee, er wordt hier erg geïnvesteerd, en daar sta ik erg achter, in extra kansen voor werklozen. En toevallig staat er een heel, heel klein plukje inkomen tegenover. Maar dat staat in geen verhouding tot de kost. Zijn uw klachten uniek? Nou, volgens mij spreek ik uit wat belangrijkste percentage 80% denkt. Misschien wel meer. 80% is denk ik voorzichtige schatting. Er is niemand die daar vrolijk naar binnen loopt van jongens, lekker weer een dagje productiewerk doen. Mensen zijn kapot ook. Het zijn maar 4 dagdelen, maar als je thuis komt doen ze niks meer. Ze zijn ongemotiveerd. Nou, en dan moet je nog gaan solliciteren en je positief voelen, beter voelen om weer aan het werk te gaan. Nou, bij mij persoonlijk werkt het ook heel erg negatief. Rebe gaat zo meteen de elevator pitch doen. De elevator pitch is een hele korte pitch die je kan voorleggen aan de werkgever. Zodat je de werkgever kan overtuigen waarom jij de kandidaat bent die aangenomen moet worden.
Ik ben Remy, ik ben 24 jaar. Ik heb 7 jaar horecaervaring. Mijn pluspunten zijn, ik ben sociaal, oog voor detail. Ik handel met kennis. Heb geen 9-tot-5 mentaliteit. En ik hoop een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het bedrijf. Nou, helemaal goed. In de regio Apeldoorn blijft het aantal mensen in de WW en de bijstand groeien. De gemeente verwacht dat het budget om mensen aan het werk te helpen niet toereikend zal zijn. Zometeen in Nieuwsuur, zin en onzin van waterschapsverkiezingen. Het polderen kun je in zijn ruwste vorm daar nog terugvinden in die waterschapsbesturen. Daar wordt echt gepolderd, in de fracties, in het algemeen bestuur, overal eigenlijk. Maar eerst, premier Rutte neemt de tijd met de keuze van een nieuwe minister van Veiligheid en Justitie en een nieuwe staatssecretaris. Na de verkiezingen van 18 maart wordt een nieuw duo voorgedragen. Nieuwsuur helpt de premier met een profiel. Waar moet de opvolger van Ivo Opstelten aan voldoen? Hiervoor draag en neem ik de volle verantwoordelijkheid. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning. Ik dank u zeer. Wie gaat er leiding geven aan het omvangrijke ministerie van Veiligheid en Justitie? In het debat gisteren over de Teven-deal bleek dat premier Rutte er nog even op wil kouwen. Wij willen dat zorgvuldig doen. We denken 1 à 2 weken daarvoor nodig te hebben om te voorzien in de vacature. Nieuwsuur stelde alvast een sollicitatiecommissie samen met mensen uit de praktijk. Ze spreken namens de rechters en officieren van justitie, namens de politiemensen, de advocaten en de wietrokers, die om het vertrek van Opstelten nog het minst rouwig zijn. Ja, feest. We hebben altijd gedacht dat we Opstelten pas kwijt zouden zijn als we, zoals ze graag willen, de regeerperiode uitzitten. He, dus ook al onze initiatieven liggen een beetje in de ijskast van wij zorgen dat we klaar zijn als. Ja, nu is het toch interessant. Voor de voorstanders van een nieuw cannabisbeleid stond Opstelten voor stilstand. Het reguleren van de wietteelt sloot hij volstrekt uit. Mijn antwoord daar is vol overtuiging nee. De minister van Graniet. Zijn fans zoals premier Rutte vonden dat zijn kracht. Maar de sollicitatiecommissie zoekt nu iets anders. De nieuwe minister die er komt moet niet alleen maar daadkrachtig zijn, want dat hebben we de afgelopen jaren wel gezien. Maar die moet vooral ook begrip hebben voor de situatie en de moeilijke situatie waarin de politie zit. De nadruk is veel te veel gaan liggen op repressie, hè? Veiligheid, veiligheid, veiligheid. En de rechtsbescherming is daarbij in het, een beetje in het verdomhoekje gekomen. Ik hoop dat de minister beschikt over een enorme portie rechtsstatelijk DNA. En wat is dat? Nou, daar bedoel ik mee dat de minister staat voor de rechtsstaat. En dat hij ook staat voor een onafhankelijke en goede rechtspraak. Want dat is in belang van de Nederlandse samenleving. De bezuinigingen waren voelbaar de afgelopen jaren. We zagen al demonstrerende advocaten. En ook de politie denkt alweer na over nieuwe acties. De nieuwe minister zal met begrip moeten reageren. Wij hebben wel gezien dat deze minister in zijn woorden het heel erg opnam voor de politie. Maar in de daden bleef dat ver achter. Wij zien elke keer alleen maar een financieel gedreven agenda van ministers als het gaat over de politie. De toegang tot de rechter wordt bemoeilijkt, de gefinancierde rechtshulp, dat stelsel wordt uitgehold. Sociale advocatuur is uitgehold en we zijn doorgeslagen. Er zitten ook veel zorgen bij de bezuinigingen die opgelegd zijn aan het Openbaar Ministerie en aan de rechtspraak. Rechters en officieren lopen momenteel de gaten dicht. Het klemt en het knelt. En de kwaliteit van de rechtspraak staat onder druk. Achter in de tuin, in mijn paleis van 4x3, ben ik van de wereld, regeert de fantasie, is het vrij. Kleinkunstenaar Jan van Piekeren, ook nog woordvoerder van de Social Cannabis Club in Utrecht, wil een minister die de Ivoren Toren verlaat. De ideale minister van Justitie, die luistert naar wat zijn burgemeesters willen. Die heeft een open vizier voor de mogelijkheden die er zijn om dingen te veranderen en naar deze tijd toe te halen. Moet het een jurist zijn, die nieuwe minister? Nou, wat ons betreft moet het vooral een pragmaticus zijn die ook gewoon ziet wat er gebeurt. En die ook aandacht heeft voor de problemen die er zijn. En daar weet mee om te gaan. En dat hoeft wat ons betreft niet per definitie een jurist te zijn. Een crimefighters imago alleen vindt de sollicitatiecommissie dus niet voldoende.
Boeven moeten op een eerlijke manier berecht worden. En soms blijkt een boef bijvoorbeeld geen boef te zijn. Of een boef waarvan iemand denkt, die moet 30 jaar de gevangenisstraf in, die lijkt beter gebaat te zijn bij behandeling, omdat hij gewoon een psychiatrische stoornis heeft. Ja, maar dat wist Opstelde toch ook wel? Hij denkt toch niet dat wist hij wel, maar dat benadrukte hij niet. En dat is onverstandig. Hè? Je moet de rechters inderdaad waarderen. Op een goudschaaltje moet je rechters plaatsen. Dat verdienen ze. En ook de moeilijke beslissingen die rechters soms moeten nemen, voor jouw rekening nemen. En uitleggen waarom het zo toegaat in een rechtsstaat. Maar wie moet dat dan doen? Er circuleren al de nodige namen. VVD'ers van wie gezegd wordt dat besturen ze in het DNA zit. Zoals de burgemeesters Jorritsma van Almere en Van Aartsen van Den Haag. Jullie gedragen je wel vannacht. En ook Henk Kamp wordt genoemd. Inmiddels al voor de vierde keer minister en ooit rechercheur bij de FIOD. Maar de commissie heeft ook een meer creatieve oplossing. Als u mij nu diep in mijn hart vraagt, dan denk ik dat het bijvoorbeeld een moment zou kunnen zijn, zeker met de komende Eerste Kamerverkiezingen, om het hele boel maar eens open te breken. Misschien moet er een nieuw kabinet geformeerd worden en zou deze posten, of één van deze posten, naar D66 kunnen gaan, die dan zou toe zou moeten treden tot het kabinet. Why not? De rondgang eindigt op de plek waar al zo vaak justitieministers gerecruiteerd werden. De faculteit der rechtsgeleerdheid in Leiden. Integriteit, openheid, eerlijkheid, maar ja, wel met kennis van zaken. Het vooral ook een beetje rekening houden met wat de rest van het land wil. Ook bij onze vorige minister vaak het idee had dat hij heel stug zijn mening door wou zetten, ten koste wat het kost, zeg maar. Opstelt was al een oké man en deed zijn werk denk ik wel goed, maar ik denk dat hij een beetje te... Ja, hij praat ook zo sloom en ik denk dat er gewoon een nieuwer, jonger iemand moet komen. Ja, en dan nog iets inhoudelijks? Inhoudelijk denk ik persoonlijk dat er iemand moet komen die de, ja het klinkt heel junkachtig, maar de wietteelt moet gaan legaliseren. Utrecht, mijn stad, waar ik borrel en bruis. De Voorstraat, mijn dorp. Hier ben ik thuis. Tot er een nieuwe minister is, neemt minister Blok de taken van de minister van Justitie waar. U zag hem zojuist al in die rol bij de maatregelen tegen spoorgeweld. Ja, 1:30 s'nachts. Ja, met bouwen. Kom maar, weet je wel. Ik zeg, nou, perfect. Nog maar net terug van een schorsing mag zeiler Dirk de Ridder alweer in de bak. En hoe? Hij stapt aan boord van de Brunel voor de koninginne-etappe van de Volvo Ocean Race. De plotselinge afscheid valt wel zwaar. Nee, maar ik vind het niet leuk. Ja, mij is het niet toch. Op 18 maart kunnen we niet alleen voor de Provinciale Staten stemmen, maar ook voor de waterschappen. Het bestuur dat ervoor moet zorgen dat we droge voeten houden. Maar die verkiezingen zijn omstreden. Een politieke strijd voor een bestuursorgaan dat alleen praktische zaken regelt. Slechts weinigen zien daar het nut van in. Zo pittoresk als de molens van Kinderdijk, zo oud-Hollands achterhaald zijn de waterschapsverkiezingen. Dat vindt althans onderzoeksjournalist Theo Derschant. Hij liep gedurende een jaar de deur plat bij de waterschapper. Een organisatie die al eeuwenlang zorgt voor droge voeten in de Hollandse polder. De waterschappen, de geschiedenis daarvan, hoe ver gaat dat terug? Die gaan ongeveer 700 jaar terug. Moet je voorstellen dat men ooit gebied droog wilde maken. En het is duur om dat in je eentje te doen. Dus dan doe je het liever samen. En als je het samen doet, moet je het ook samen betalen. En dan ontstaat er een soort vorm van bestuur. Wat regelen die waterschappen? Waterschappen regelen eigenlijk drie dingen. Veiligheid, dan hebben we het over de dijken. De kwantiteit van het water, dat er niet te veel, maar ook niet te weinig water op het land is. En de kwaliteit van het water, dat het met name het rioolwater gezuiverd wordt. Het boek over de waterschappen is berucht bij dijkgraven en heemraden. Bestuurders die lang niet altijd zitten te wachten op pottenkijkers. Een bestuur dat bestaat uit voornamelijk oude, blanke mannen. Totaal geen afspiegeling van de samenleving. Een bestuur waar onderling niet gediscussieerd wordt. Men is het bijna altijd eens met elkaar. Maar is dat niet ook logisch? Want iedereen wil natuurlijk dat die dijken goed zijn en dat het goed geregeld wordt. Dat is ook heel logisch. Dus je kunt je de vraag ook stellen van als we het toch altijd met elkaar eens zijn, waarom moeten we dan op één of een andere kandidaat gaan stemmen? In het waterschapsbestuur zitten niet alleen volksvertegenwoordigers die wij kiezen, maar ook vertegenwoordigers van boeren en bedrijven die een gereserveerde zetel hebben. Een vaste plek aan de vergadertafel. Melkveehouder Jan Bikker zit al 43 jaar in het waterschapsbestuur. Voor zijn bedrijf zijn de waterschappen van levensbelang. Dit is de peilschaal.
Op dit moment staat de waterstand van deze hoogtewatergang 1,60 meter min NAP. In het dagelijks leven is de waterstand van ultiem belang. Ook voor de gebruiksmogelijkheden uiteraard van de landerijen van dit bedrijf. Grondgebonden landbouw, maar een wezen voor iedereen. Iedereen wil graag droge voeten houden. Bikker zit als belanghebbende boer in het waterschapsbestuur en zit niet zo te wachten op de komst van vaak opportunistische politici. Het is nou een campagne, met de ene partij wil dit, de andere partij wil dat. Ja, dat past bij een politieke partij. We zoeken issues die interessant zijn, mogelijk maar tijdelijk interessant zijn. Risico van de waan van de dag. Een waterschap hoeft eigenlijk geen one-issues te zoeken. Die heeft een beperkt takenpakket wat van elementair belang is, van levensbelang. Veiligheid, waterbeheer, zuiveringsbeheer. Nou, daar moet men voor zorgen. En de dingen die men erbij sleept, ja, die zijn soms van marginaal belang. De belangrijkste reden dat er waterschapsverkiezingen zijn, is dat die waterschappen belastingen heffen. Als ze ons geld mogen vragen, mogen we ook meebeslissen. Dat is de gedachte. Maar die waterschappen zijn weinig democratisch. Er zitten boeren en bedrijven in waar niemand voor gekozen heeft. En de rest van de Nederlanders kan het eigenlijk weinig schelen. Ook al heeft iedereen belang bij droge voeten. Gaat u stemmen 18 maart voor de waterschapsverkiezingen? Dank je. Oké. Mevrouw, gaat u stemmen 18 maart voor de waterschapsverkiezingen? Ja. Op de beurs voor sportvissers proberen kandidaten de kiezer te interesseren voor schoon water. Antoine Deul is lijsttrekker van Water Natuurlijk, een partij die de waterschapsverkiezingen wil moderniseren. Hij maakt de keuze alleen heel ingewikkeld. Op de lijst van Water Natuurlijk is iedereen welkom die een passie voor water heeft. En zo staan er kandidaten op van alle denkbare politieke partijen. Op mijn lijst bijvoorbeeld hebben we CDA staan, we hebben D66 staan, mensen van GroenLinks, mensen van SP. En daarnaast hebben we ook mensen van de milieubeweging op onze lijst staan. Om de verwarring nog groter te maken staan naast vertegenwoordigers van milieugroepen ook de sportvissers op dezelfde lijst. Kandidaten met heel andere belangen. Ik ben lid van Water Natuurlijk en ik wil graag gekozen worden. Dus u wilt de politiek in? Ja. Ja. Wat wilt u daar bereiken? Nou, in ieder geval op het moment als we allemaal bezig zijn met heel erg schoon water, dat betekent het eigenlijk ook dat we de snoekbaas ook gedag kunnen zeggen. En dat kan nooit de bedoeling zijn. Waterschapsverkiezingen 18 maart. Allemaal stemmen. De vissers willen troebel water voor hun snoekbaars. De milieuorganisaties willen natuurlijke oevers. En de burger zou op basis hiervan zijn stem moeten bepalen. Zou je het moeten afschaffen? Het waterschap moet je volgens mij niet afschaffen. Daar zit ontzettend veel kennis die je niet moet laten vervliegen. Kennis ook die internationaal heel erg gevraagd wordt. Hè. Nederlandse ingenieurs zijn over de hele wereld bezig met waterschapskennis. Maar dat bestuur, ik noem het wel eens plagend, een operettebestuur, dat kan je wat mij betreft afschaffen omdat er nauwelijks toegevoegde waarde voor is. Eerder zagen we al hoe de legitimiteit van een waterschapsbestuur in twijfel getrokken kon worden. Maar weinig mensen gaan stemmen op maar een deel van de zetels, waarbij personen en programma's onbekend zijn, ofwel niet te onderscheiden van elkaar. Het waterschapsbestuur functioneert onder het mom van democratie, terwijl het in feite maar een ietsiepietsie democratisch is. Zelf heb ik besloten na lang nadenken om niet te gaan stemmen. Dat heeft te maken met het volgende. Ik ben erg voor waterschappen, vooral omdat er heel veel kennis zit. Maar ik heb na dat jaar vastgesteld dat die besturen eigenlijk geen enkele toegevoegde waarde hebben. En de beste manier voor mij om de discussie te stimuleren over de toekomst van waterschappen is dat de opkomst zo laag mogelijk wordt. En daar ga ik voor zorgen op de 18e. Bij de vorige waterschapsverkiezingen in 2008 was de opkomst een schamele 24%. Het kabinet was voornemens ze af te schaffen, maar durfde dat uiteindelijk toch niet aan. We gaan verder met de Gaza-strook. Van de beloofde wederopbouw is nog nauwelijks iets terechtgekomen. Als dit tempo wordt aangehouden, waarschuwen hulporganisaties, gaat het nog 100 jaar duren voordat de schade is hersteld. Intussen wonen inwoners van de Gaza-strook tussen het puin in de kou. Gaza, gisteren. Een half jaar geleden was de oorlog voorbij. Nee, niet de hele Gazastrook ziet er zo uit. Alleen maar de wijken en dorpen langs de grens met Israël.
Daar waar de oorlog de straten en huizen binnenkwam. De woonkamers en de slaapkamers. Welkom bij de familie El Ghesi. Oma Roussoun, die alle oorlogen hier heeft gezien, ze werd geboren nog voor de oprichting van Israël, woont hier met haar twee zoons, hun vrouwen, kinderen, kleinkinderen. Allemaal bij elkaar zijn ze met 17. Sinds de oorlog is dit hun keuken en woonkamer, de enige warme plek. Hier stond het huis van Majed. Een Israëlische voltreffer veranderde het in een berg puin. Sinds kort heeft hij een tent. Dan gaan ze met hun matrasjes hierbij, in de kamer waar zijn broer Amjad slaapt met zijn gezin. Ook op giften van het Rode Kruis. فيران والله العظيم الحياية يعني بقول لك انادي على الشباب اقول لهم لانه كان يما في هنا لجيراننا حظيرة حيوانات اللي هو غنم فالغنم هذول ماتوا انهدموا عليهم البيت كيف صارت الريحه يعني احنا طلعنا من الحرب جانا الوباء Ook hier op de eerste verdieping is het puin geruimd en de herbouw begonnen. Niets herinnert nog aan het huis dat hier was voor Mohammed, die net voor de oorlog trouwde. En daar gaat het voorlopig ook niet op lijken. De VN-vluchtelingenorganisatie UNRWA kwam na de oorlog 3 keer langs om alles te controleren. Toen kreeg Mohammed het goede nieuws. $4400 om zijn huis te herbouwen. Alles draait om cement. Hier een van de ongeveer 20 bedrijven die het mogen verkopen. Het zijn maar kleine hoeveelheden die hier worden verkocht. Wanneer de weggevaagde huizen aan de beurt zijn, niemand die het weet. Nu zie je alleen kleine projecten. Een gat hier, een muurtje daar. Maar hoe primitief ook, een muur en een dak, dat kan hier een zaak zijn van leven en dood. وما كانش في حاجة يعني اللي ليت عادي وسام أنا بصيح بلعب يعني مع عمه ما فيش في شيء الساعة 5 أنا الصبح صحيت بصليت الصبح بسمعته بصيح فجأة لهم بقول الولد صار أزرق أزرق ودوه على المستشفى لو بقول له متوفى سأل الدكتور من إيش بقول لك توفى بقول له من السقع والبرد سقعان الولد لك Je zou denken dat oma Roussoun nergens meer van opkijkt. Maar ook in haar grijze hoofd zijn weer nieuwe beelden geprint. De wederopbouw van Gaza komt nauwelijks van de grond omdat er veel te weinig geld voor is. De internationale gemeenschap heeft weliswaar $5,4 miljard aan hulp toegezegd. Maar slechts een fractie daarvan is daadwerkelijk overgemaakt. Verslaggever Jan Eikelboom sprak hierover met Pierre Kreenbuhl, het hoofd van de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen, de UNRWA. What is the main problem with rebuilding Gaza? Currently we clearly don't have enough money and this will be our constant effort to, you know, call donors to honor the pledges that were made because let me put it in these terms. I understand that some countries were reluctant to reinvest in Gaza, fearing that what is being rebuilt may be redestroyed.
And one can understand that concern. But what the international community cannot do is to hold back the funding on the reconstruction side and hold back the political engagement. That combination is really not going to lead Gaza anywhere and also not improve the regional security. So if one has concerns about putting money into Gaza, at least engage politically to try to address the underlying causes. Of course, I would advocate to do both in parallel, because I see on a daily basis, and we see on a daily basis, what the people in Gaza are going through in terms of their conditions. Because does it make sense to rebuild Gaza without a political process? Well, it makes sense today in an urgent way to help people whose homes were destroyed in what was a conflict that in many ways was, you know, particularly brutal and extensive, and to have people return to something more dignified in their immediate daily lives. But then I agree entirely with you that you cannot leave it at that, because the underlying parameters that lead to the resumption of conflict on a regular basis are, of course, the existence and the reality of occupation, the blockade, the rocket firing out of Gaza, and that mix, I think, is still there unless it is addressed politically. Qatar is deze week begonnen met de herbouw van Gaza-stad. Meer informatie op nieuwsuur.nl. Door NPO 3 gaat de Champions League uitzending nog eventjes door. Dus met die verlenging bij Chelsea-Paris Saint-Germain. Stand inmiddels 2-1 voor de Engelsen. Ja, en dan worden er geen penalties meer genomen natuurlijk. Nee, want zeker niet. Als Paris Saint-Germain scoort, dan hebben ze 2 uitdoelpunten. Gaat Parijs weer door. Ja, precies. Op NPO 3 dus. Ja, maar hier nog even het belangrijkste nieuws. Ik weet gewoon NPO 3 kijken. Ja. Maar ik luister nog even naar overleg over de aanpak van de agressie tegen NS-personeel vanavond. Tussen de Nederlandse spoorwegen, spoorbeheerder ProRail, de vakbonden, staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en waarnemend minister van Veiligheid Blok. De maatregelen die worden aangescherpt. Ik zal het stationsverbod wat 1 juli ingaat naar voren halen en 1 mei in laten gaan. En ik zal overgaan tot het zo snel mogelijk sluiten van de poortjes. Ik heb daarom ook aangeboden dat voor de 20 grootste stations een stationsagent komt, die als een permanent voorziening een aanspreekpunt is voor alle veiligheidsvraagstukken die daar spelen. En daarnaast zullen we het aantal camera's op kleine en middelgrote stations gaan uitbreiden. En op een aantal grote stations zullen we gaan kijken of we met beeldschermen en spiegels zeg maar de agressie kunnen voorkomen, doordat mensen zichzelf kunnen waarnemen en in beeld krijgen. Het weer nog. Vannacht is het helder. Het vriest landinwaarts licht. In het noordoosten kan mist ontstaan. Morgen schijnt de zon vaak volop. Het blijft droog. Graad of 10 tot 13. En dan nog dit. Wilt u op 18 maart, over iets meer dan een week, de verkiezingsavond van de NOS bijwonen in café Dudok in Den Haag? Meld u dan snel aan op nieuwsuur.nl. Donderdag over een week dus. Dit was het voor nu. Goedenavond.